De bouw van de talentencampus in Os kan doorgaan. Het bezwaar tegen de komst van de campus, dat was ingediend bij de Raad van State in Den Haag, is ingetrokken. De bezwaarmakers hebben een regeling kunnen treffen. Dat zegt hun advocaat. Met wie die regeling is getroffen en wat er precies is afgesproken, kan de advocaat niet zeggen. Er is namelijk geheimhouding opgelegd. Het bezwaar was ingediend door eigenaren van stukken grond en panden in Os. Zij vonden dat er door de komst van een campus op andere plekken in Os leegstand zou ontstaan. Ook vroegen ze zich af of er sprake was van ongeoorloofde steun door de gemeente.